naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een video die ik eigenlijk nog nooit echt eerder heb gemaakt. Zoals jullie aan de titel kunnen zien, is het een soort van outfit inspiratie lookbook video. Ik mocht namelijk weer wat nieuwe dingetjes uitzoeken bij Naked. En ik dacht, ja, ik kan wel weer een shoplook gaan maken ervan. Zoals ik eigenlijk altijd doe. Maar misschien is het leuker om ook een keertje te laten zien hoe ik deze items dan stel. Het festivalseizoen is weer een beetje langzamerhand aan het beginnen. En ik denk dat iedereen wel altijd outfitstress heeft met wat hij nou aan moet trekken. Dus ik dacht, ik ga van deze Naked shoplook ga ik een lookbook video maken. Ga ik jullie alle items laten zien die ik heb uitgekozen. Ga ik laten zien hoe ik het stel voor een festival. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk een beetje verschillende outfits te maken. Zodat er voor iedereen wat tussen zit. Ik hoop dat jullie het een leuk idee vinden. En ik heb natuurlijk ook weer een kortingscode van Naked voor jullie. Maar die zal ik helemaal aan het eind van de video met jullie delen. Ik zal ook alle linkjes weer in de beschrijving zetten van alle items die ik nog kan vinden. Dus ja, laten we maar snel beginnen. Ik heb er echt heel erg veel zin in. De outfit die ik trouwens nu aan heb is ook van Naked. Het is natuurlijk niet echt een festival outfit. Maar wel een heel erg lekker chill pakje voor thuis. Ik ben misschien nog net eventjes iets te bleek om dit aan te kunnen. Dit kleurtje. Maar voor de zomer vind ik dit wel echt heel erg leuk. En broekjes dus van badstof. En dat vind ik echt heel erg lekker. Deze is dus van de Josephine X Naked collectie. En ik heb een broekje en het topje heb ik beide in een XS. Laten we nu maar de eerste outfit erbij gaan pakken. We gaan beginnen met een outfit die eigenlijk volledig bestaat uit groen en zwart. Ik zal wel eerst eventjes de kleding items laten zien. Allereerst heb ik dit shortje van Levi's. Deze draag ik in een maatje 25. En ook deze heb je te koop op de Naked site. Al mijn Levi's shortjes en broeken zijn eigenlijk van Naked. Met erbij deze groene blazer van de Josephine collectie. Ik vind het echt een super mooie kleur. Op beeld is die echt nog verder groen dan in het echt eigenlijk. En daarbij zit dus een bijbehorende top. In precies dezelfde kleur. Ook weer van de Josephine collectie. Die ga ik er dan onder dragen. En dan om het af te maken samen met dit zonnebrilletje. Ook van Naked. Misschien wordt het een beetje veel groen. Maar ik ga mijn Balenciaga tas erbij dragen. Dat vind ik heel erg leuk. En om het af te maken deze zwarte laarsjes van Isabel Marant. Ik heb de outfit aan. Hij komt niet helemaal in beeld. Omdat ja, het beeld is niet lang genoeg zeg maar. Maar dit is de outfit. De tas die is net een iets andere kleur. Maar ik vind het op zich wel heel erg leuk. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat het lekker veel groen is. Daar hou ik heel erg van. Het shortje is best wel wat lager. Dus als je daar niet van houdt zou ik een iets meer high-waisted shortje dragen. Maar ik vind de combinatie van groen met zwart wel gewoon heel erg leuk. De blazer die heb ik in een maatje 32 aan. De top heb ik in een maatje S. En het broekje dus in een maatje 25. En dit is de zonnebril. Dat vind ik ook echt heel erg leuk. Dus dit is het eerste outfitje die ik naar een festival zou dragen. Stel dat het wat warm wordt, kan je natuurlijk je blazer uitdoen. En als je het anders iets te naakt vindt, hou je gewoon lekker je blazer aan. Dus dat is outfit 1. Dan gaan we nu outfit 2 erbij pakken. Dit is de tweede outfit en die is iets meer met blauw. En ik denk dat dit echt oprecht mijn lievelingsoutfit is. Die ga ik snel niet laten zien. Ik begin met deze twee items. Allereerst dit shortje. Deze is dus van Naked. Dit is echt mijn lievelingsshortje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik zal zo meteen als ik hem aan heb ook wel goed laten zien. Maar hier aan de onderkant heeft het dus van die zakken die uitsteken. Vind ik echt een heel erg leuk effect geven. En daarbovenop doe ik deze witte tube top van Naked. Dit is echt mijn lievelingstop. Ik heb nog veel meer kleuren. Ik zal het wel even pakken. Ik heb hem nu in 6 verschillende kleuren. Dus in het wit, in het zwart, in het blauw, in het beige, in het donkergrijs en in het kobaltblauw. En wat ik dus zo fijn vind aan deze topjes is dat er dus een rubber randje zit. Waardoor die dus niet afzakt als je hem aan hebt. En hij zit gewoon echt heel erg mooi. Ik draag ze allemaal zo door BH. Dat ik dat het mooist vind. Maar die dus in het wit. En dan een item die niet van Naked is. Ik ga de dingetjes ook een beetje combineren met wat items die niet van Naked zijn. En daarvan is deze blazer 1. Dat is namelijk gewoon een zwarte blazer. Maar vooral op de rug vind ik hem echt heel erg leuk. Er staat Rogers, ook van het merk Rogers. Dus die doe ik er overheen. En dan maak ik het af met mijn witte alsters en deze blauwe Jacques Mustard. Dan deze outfit. En dit is echt mijn lievelingsoutfit. Je kan weer de schoenen niet helemaal zien, maar ik heb mijn alsters onderaan. Dit is die witte tube top. Ik zal mijn jasje anders even uitdoen. Kunnen jullie het iets beter zien? Dit is dat witte topje, die vind ik echt heel erg mooi zitten. En doordat hij dus ook dat elastieke bandje heeft, of dat rubberen bandje, zakt hij dus ook niet af. Ik heb er nu ook niks onderaan en volgens mij schijnt het ook niet door. En dan het shortje. En zoals ik dus zei, heeft hij hier van die witte zakken, wat ik wel echt heel erg leuk vind en een extra detail vind geven. Het topje heb ik trouwens in een maatje XS. En het shortje heb ik in een maatje 36. En dan gewoon mijn alsers eronder.
En dan dit blauwe tasje erbij. Omdat hij dus op de rug ook blauw heeft, dacht ik, dat staat wel leuk. Dus dit is outfit nummer 2 en sowieso mijn favoriet. Dan gaan we door naar de derde outfit. En dit is de laatste outfit met blazer. Ik zou beloven hierna geen blazer meer te pakken. Maar ik vind blazers voor festivals gewoon echt heel erg leuk en heel erg makkelijk. Want je kan het gewoon lekker uitgooien. Je kan het aantrekken. Logisch. Maar voor de warmte en zo vind ik dat gewoon heel erg chill. Dus hier komt outfit nummer 3. En dat is deze. En deze is iets minder kleur zoals je kunt zien. Deze is iets meer basic. En ik zal beginnen met het outfitje. Dit is de blazer die ik net dus ook in het groen had. Ook van de Josephine collectie. Maar dan in een mooie beetje taupe-achtige kleur. Echt een super mooie kleur vind ik het. En daarbij leek mij deze bril heel erg leuk. Ook van Naked. Het is echt zo'n grote pilotenbril. En voor daaronder heb ik dus een bodysuit. En ik denk dat de meningen hier heel erg verschillend over zullen zijn. Hele Bieber draagt het best wel vaak met een blazer eroverheen. En ik zag dit op Naked op de website. En toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg gaaf. En dit is dus gewoon een zwarte bodysuit. Ook weer van de Josephine collectie. Dus die voor eronder. En dan had ik dit tasje in gedachten om erbij te dragen. Deze van Yves Saint Laurent. En dan qua schoenen heb ik 2 opties. Een lang laarsje en een hoge. Deze hoge laarzen zijn van die overknee laarzen. Ook van Naked. Ze lopen echt oprecht heel erg lekker. En als andere optie heb ik nog Dr. Martens. Die zijn wat lager en wat grover. Ik denk dat ik die ietsjes leuker onder vind. Maar het kan in principe allebei. Dus dat ga ik nu aantrekken. Dit is het kleurloze outfitje. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Ik vind de fit van die blazer gewoon ook echt heel erg mooi. Ik hoop dat je dat de camera ook goed kunt zien. Dit is dus die zonnebril. Hij is wel echt heel erg groot. En ja, hij beschermt niet echt tegen de zon zoals je kunt zien. Maar ik vind het wel gewoon heel erg leuk om ze op mijn hoofd te zetten als accessoires. De blazer heb ik in een maatje 32. En de bodysuit heb ik in een maatje XS. En die zit eigenlijk gewoon perfect. Ik hou deze tas hou ik in mijn hand. Maar je kan natuurlijk ook nog crossbody dragen. Aan mijn ene been heb ik de hoge laars en aan de andere been heb ik de lage. Ik heb hier een spiegel. En ik denk dat ik de lage wel ietsjes leuker vind. Iets meer zomers dan die hoge laarzen. Maar ik vind het wel echt een hele leuke outfit. Voor de mensen die van iets minder kleur houden, is het wel echt heel erg leuk. Bij deze outfit zou ik alleen niet zo snel die blazer uitdoen. Want als je die uitdoet, heb je natuurlijk echt alleen zo'n bodysuit aan. Dat vind ik ietsjes minder leuk. Je kan natuurlijk ook nog wel zo. Maar het is gelijk wel echt heel maakt ofzo. Dus met deze outfit zou ik de blazer wel gewoon helemaal aanhouden. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. En dan gaan we nu door naar de vierde outfit alweer. Hoeveel outfits heb ik? Ik heb er nog wel een paar. De vierde outfit heeft ook niet heel veel kleur, maar is wel heel erg wit. Dus wel heel erg lekker zomers. Om mee te beginnen heb ik deze witte linnenbroek. Ik vind wit linnen altijd echt super mooi in de zomer. En dus zo ook deze broek. Het kan best wel tricky zijn op een festival een witte broek. Maar ja, dat doe je daar weer gewoon in de was. Dus deze van Naked ook. En daarop heb ik deze leuke top. Of de shoulder. Dat het echt een beetje een soort pak lijkt. Leek mij wel heel erg leuk om die erbij te dragen. Daaronder, omdat die linnenbroek voor mij echt veel te lang is, heb ik deze witte cowboylaarsjes met leuke kantjes eronder. En om het af te maken heb ik dit tasje. Deze komt van Ibiza. En wat je dan nog kan doen is bijvoorbeeld iets van een leuk sjaaltje in je haar om toch nog een beetje kleur toe te voegen. En ik vind dit ook wel heel erg festivalachtig. Dus dat is wat ik nu ga aantrekken, outfit 4. Dan de volgende helemaal witte outfit. Ik moet zeggen, ik had dit sjaaltje net om mijn hoofd. En ik voelde me echt net, nou, het zag er niet echt uit bij mij. Bij sommige mensen staat het echt heel erg leuk. Ik zal het ook eventjes voordoen, hoe je hem dan vastmaakt. Kan je hem dus bijvoorbeeld zo dragen? Ja, ik vind dit bij mezelf niet heel erg leuk staan. Maar er zijn mensen die dit wel echt heel erg leuk staan. Maar ik vind dit wel een heel erg leuk outfitje voor een festival. Het is misschien iets meer zomers dan de andere outfitjes die ik net heb laten zien. Maar juist heel erg leuk voor festivals die echt wat meer in de warme dagen zijn. Ik weet niet of ik de combinatie van het witte topje en de witte broek helemaal leuk vind. Aan de ene kant vind ik het wel leuk, omdat het een beetje op een soort van pak lijkt. Maar aan de andere kant zou ik denken, doe er lekker een kleurtje op. Maar goed, voor nu eventjes is dit de outfit. Je zou er ook nog een leuke zonnebril bij kunnen doen. Of inderdaad zo'n leuk sjaaltje om je hoofd. Maar dit is dus de hele witte outfit. Gaan we door naar de vijfde outfit. De volgende, de ene laatste outfit. Die ga ik er eventjes bij pakken. De volgende outfit is lekker met oranje. Ik ga het eventjes aan je laten zien. Ik heb weer een zonnebril van Naked. Heel erg leuk om het mee af te maken. Dan heb ik weer hetzelfde shortje als net. Dat ligt
blauwe shortje van Naked. En daarbij heb ik dus eigenlijk, is dit een jurk. Ik vind hem echt heel erg leuk voor op het strand. Het is een hele lange oranje jurk. Voor een festival natuurlijk iets minder handig. Dus ik dacht, we gaan hem helemaal opvouwen en in ons broek doen. Vind ik wel echt heel erg leuk. En dan deze laarsjes erbij van Yves Saint Laurent. Met daarbij deze riem van Lovis en deze zwarte Yves Saint Laurent tas. Dan deze oranje outfit. En natuurlijk ook helemaal leuk voor Koning. Ik zag wat er aan zit te komen. Op camera is die wel echt heel erg veel. Dit blouseje. Ik heb de riem eventjes weggelaten, want dat vond ik toch niet zo erg leuk staan. Maar ik vind dit wel een heel erg leuk outfitje. Lekker kleurtje erbij. De blouse, of nou, de jurk heb ik in een maatje XS. Hij zit best wel getailleerd, dus je moet er wel van houden. Ik dacht eigenlijk dat hij iets meer oversized zou zijn. Is hij helaas niet. Maar zo vind ik hem ook wel leuk. En het broekje heb ik dus ook weer in een maatje 36. En dit is de bril. Ook weer lekker groot. Maar ik vind hem leuker als ik hem op mijn hoofd zet. Ik weet niet echt dat ik een brillenhoofd heb. Dus ja, ik kan er natuurlijk ook nog allemaal leuke sieraadjes bij doen. Leuke ringetjes, leuke oorbellen. Maar dit is in ieder geval deze outfit. En dan gaan we nu naar de allerlaatste outfit. En dat is ook een van mijn lievelingsoutfits. Want er zit hele leuke laars bij. Dus die ga ik nu even pakken. En dat is deze outfit. Ik zal even beginnen met deze laars. Want deze zijn echt geweldig. Deze laarzen zijn van Toral. En daar zie je dit groene kleurtje. Dus ik heb een blouse uitgekozen. Ook met groen. En dat is deze van Naked. Die is dus wel weer wat meer oversized. Deze heb ik ook in een maatje 36. En dat is dus een beetje dezelfde kleur als die laarsjes. En qua broekje heb ik twee opties. Ik weet nog niet wat leuker staat of wat ik leuker vind. Ik heb allereerst dit shortje van Lovis. Van mijn festivalcollectie. Lekker toepasselijk. Een beetje metallic zilver kleurtje. Vond ik ergens wel heel erg leuk bij het outfitje. Maar om het iets meer basic te houden, heb ik ook een zwart leren shortje. En dat is die. Dus ik ga even kijken wat ik leuker vind staan. Maar dit outfitje dus. Dit is de laatste outfit. En die ga ik nu voor jullie aantrekken. Oké, ik heb eventjes een kleine switch gemaakt in de outfit. Want ik vond het zwarte broekje er iets te hard bij. En het zilveren broekje klinkt wel een clown. Dus ik heb het spijkershortje erbij gepakt. Dit vind ik wel heel erg leuk. En ik heb dit witte tasje erbij gedaan. Met die laars eronder. En dit vind ik ook wel echt een heel erg leuk outfitje. Het blouse heb ik dus in een maatje 36. En die heb ik dus onder mijn BH gedaan. Kijk, je kan hem ook nog helemaal zo dragen. Zodat hij helemaal groot en wijd is. Maar ik vind het wel leuk als je hem onder je BH draagt. Echt een heel erg leuk kleurtje. Met ook wat woudere mouwtjes. Dus dit was de laatste outfit. Maar voordat we deze video gaan afsluiten, heb ik nog een kortingscode voor jullie. Want met de code 20fleur krijg je die 20% korting op je aankoop bij Naked. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten, zoals ik had gezegd. En de kortingscode zal ik ook nog een keertje in de beschrijving zetten. Laat eventjes weten in de reactie wat jullie favoriete outfit was. Vind ik wel heel erg leuk om te horen. En naar welke festivals jullie allemaal gaan. Misschien kom ik jullie daar wel tegen. Zou heel erg leuk zijn. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Een keertje wat anders dan ja, een shopvlog of een weekvlog. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer.